Laten we eens uitzoomen op de klimaattop in Parijs. We moeten beseffen dat het maar één onderdeel is van een veel grotere ecologische crisis. Gek genoeg hebben we dat besef vaak niet, dat alleen maar één focus op alleen maar het klimaat. Maar het klimaat, zelfs als we het klimaat oplossen, dan nog blijven al die andere problemen bestaan. Zoals ontbossing, verzuring van de zeeën, al die grote problemen. En eigenlijk is het dus, zou je de ecologische crisis holistisch moeten aanpakken, niet door alleen maar de focus op één onderdeeltje. Want wat er nu gebeurd is, en dat las ik vandaag ook in de Volkskrant, er is gewoon weer sprake van economische groei in Nederland. En economische groei in Nederland betekent ook een toenamende consumptie. En toenamende consumptie betekent dat er meer belasting op milieu is. Of meer uitstoot van broeikasgas. En gek genoeg praten we dus in Parijs over het terugbrengen van broeikasgassen. En tegelijkertijd gaan we weer verder met business as usual binnen het paradigma van continue economische groei. Wat nou juist het probleem is. Dus wat we eigenlijk doen is symptoombestrijding. En die symptoombestrijding is ook nog eens een keer verre mate onvoldoende. Ja, dus dat is eigenlijk best wel raar dat we dat zo doen. Dus ook al in het meest gunstige scenario dat de landen zich houden aan hun eigen opgelegde idealen om die 2-graden grens te halen, dan nog is het een flop, want dan nog gaan we naar enorme klimaatverandering en dan nog lossen we die ecologische crisis niet op. En dat is best wel een treurig perspectief. Een van de dingen die ook nooit aan bod komt, dat is de olifant in de kamer. De belangrijke dingen die mensen zouden kunnen doen om echt een enorme ommekeer teweeg te brengen, is een verandering in landbouw, en met name de veeteelt, en ook in ons dieetpatroon. Als we met z'n allen zouden overstappen als wereldgemeenschap of als land als Nederland naar een plantaardig dieet, dan zou onze ecologische voetafdruk, inclusief de uitstoot van broeikasgas, enorm naar beneden gaan. En dat is allemaal veel makkelijker om te doen dan allemaal moeilijke maatregelen te treffen. Dat is het laaghangende fruit zouden we in één keer kunnen doen. En dat is toch een van de dingen die nergens besproken worden, want dat moet allemaal vrijwillig blijven. Jesse Klaver onlangs had een heel mooi plan ingediend samen met de PvdA om klimaat te bestrijden. Maar in de talkshow zei hij nog steeds dat vlees eten, ja, dat bleef hij gewoon doen. Dus dan zie je toch de olifant in de kamer absoluut niet. Tot slot nog iets positiefs over die klimaattoppen. Het is toch mooi dat, zoals in Parijs, dat de 195 landen met elkaar samenkomen. Dat zijn landen die elkaar soms naar het leven staan en dat ze toch min of meer met elkaar om de tafel zitten. En dat is toch iets wat heel mooi is. Je zou hopen dat er dan ook nog iets concreets uit zou komen. Niet alleen over klimaatverandering, maar ook over mensenrechten.